zijn grijze kap, zijn lange staart en vier grote wieken hoog in de lucht, die zwieren en zwaaien in volle vlucht. Aan een koorde hangt een zak, die langzaam gaat naar boven en de molenaar wit bestoven, fluit een deuntje op zijn gemak. Hij fluit een deuntje blij van zin en trekt een zak het venster in. De wielen draaien en gieren, de stenen knarsen en ronken, waar tussen het graan is gezonken. S'morgens was het graan geheel, s'avonds is het stuivend meel. Zo God het niet meer waaien biedt, dan had de molenaar groot verdriet. De man zou niet weten wat beginnen, hij moet met de wind zijn broodje winnen. Het materiaal dat hier buiten komt, ik zie hier een huisje staan achteraan, wat gebeurt daar dan? Een bekkershuisje, een kerelshuisje, daar wordt alle soorten brood eigenlijk gebakken. En zowel pizza's als koeken, als worstenbroodjes, als ovenschotels, allerlei eigenlijk. En er worden ook cursussen gegeven naar gelang de periode van het jaar. Dit is erfgoed en daar denk ik dat we echt moeten blijven voor gaan om zo'n mooie idyllische plekjes zoals Amol er toch wel een aantal bezit om die te behouden.